zelf ontwikkeld. Ja. Je kan hem dus van hoekstaal zelf elkaar lassen en zetten. Ja. We hebben vroeger ook wel ontwikkeling van de pomp zelf gedaan. Ja. Het onderdeel wat het water opkomt. Ja. Maar dat zijn we eigenlijk mee gestopt, omdat die tegenwoordig zo goedkoop. Hoeveel meter in de grond zit die? Tot 20 meter, dan kan het met touwpompen. Ze gaan ook nog wel dieper, maar je moet de buis telkens dunner maken, omdat je de waterkolom moet optillen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment gaat het niet meer met de hand. Maar dat kan dus ook. Maar ja, dan, waar zit die klep dan? Helemaal binnenin. Beneden. Ja, dat is een probleem toch? Oh, je kan hem loshalen. Dan kan hij het geheel eruit. Ja, je kan hem repareren. Oké. Okay. Ja. Maar deze hebben wij van Wolfgang Büchner. Die zit in Bolivia. Oké, dat is een knikker. Er zitten twee kleppen in, onderin. Ja? Dus de binnenste buis die gaat bijna tot onderin. Ja. En er zit nog een grotere buis omheen. Ja. En beide zit een knikker. Het voordeel is dat je de druk mee op kan bouwen. Ja. Dus je kan echt op hoogte water. Dus je kan water in een hoger gelegen tank pompen. Ja. En dan heb je volgens leiding druk in je tank of in je douche. En dan lukt je met een touwpomp niet. Nee. Alexa, je kunt monteren la pression. Oh. Yeah.